Goedemiddag allemaal en welkom bij alweer de 6e editie van Testing Thursday. Testing Thursday is een reeks aan kennissessies die wij vanuit SOCIETY organiseren, vanuit verschillende expertises om het test- en kwaliteitszorgvakgebied verder kennis en praktijkcases te delen met elkaar. De agenda van de reeks was zojuist in zichtbaar op het scherm. 2 weken geleden was het onderwerp testmanagement. Op 27 mei gaan we het hebben over Tosca testtooling. En vandaag staat Testing Thursday in het teken van Agile Test Engineering. Mijn naam is Kizar van Atsing. Ik ben Career Manager binnen de community Agile Test Engineering. En jullie host voor deze middag. Verder zitten Gijs Opbeek en Boyd Kronenberg hier ook aan tafel. Gijs en Boyd, zouden jullie zelf ook kort kunnen voorstellen? Yes. Ja, ik ben Gijs Op de Beek, inmiddels alweer 7 jaar in dienst bij SOCIETY. Als senior tester dus inderdaad. En daarnaast geef ik ook regelmatig trainingen, waaronder ook de Quality for DevOps Teams training. Waar we ook natuurlijk een nieuw boek voor hebben uitgebracht vorig jaar. Klein deeltje ook aan mee kunnen helpen, dus dat is ook wel gaaf om even te vermelden. Dat was het eigenlijk. Ja, Boyd Kronenberg. Ik zit nu 4 jaar bij SOCIETY. Ik ben begonnen als jong professional. Ben naar Ohio geweest, zoals bij SOCIETY altijd bekend is. Ik heb de eerste opdracht een lange tijd bij Ketra Hutten gezeten. Daar heb ik eigenlijk testvak geleerd. En daarna ben ik eigenlijk heel snel bij PostNL begonnen, waar ik nu al bijna 2,5 jaar zit. Daar heb ik mijn testkennis eigenlijk verder uit kunnen breiden. Maar ik ben ook een beetje de techniek in kunnen duiken, richting API's, richting databases, ook richting automation eigenlijk. Dus daar ben ik echt mezelf aan het verdiepen geweest. En ik ben inmiddels dus ook senior test engineer zoals Gijs. Dus dat is mijn carrière tot nu toe. Helemaal goed, dankjewel. En welkom hier op ons hoofdkantoor in Vianen. Ik moet zeggen, al werken we al een hele tijd vanuit huis. Dit voelt echt wel als thuiskomen, ja. Wat mij betreft. We zitten hier op onze testafdeling in Vianen. En het is toch wel fijn om hier samen ook in real life te kunnen zijn. Zeker. Ja. Het onderwerp is dus Agile Test Engineering. Dit is een heel veelomvattend vakgebied, waarin je zowel functioneel, technisch, handmatig, geautomatiseerd actief kunt zijn in het testen. En dat bij heel veel verschillende bedrijven en projecten. Gaaf. We hebben onszelf nu voorgesteld, we hebben ook het onderwerp geïntroduceerd en we zullen graag ook willen we weten wie er aan de andere kant van de tafel zit. We zullen graag ook wat meer van jullie willen weten. Dat kan op 2 verschillende manieren. Tijdens het gesprek kunnen jullie vragen stellen of reageren op hetgene wat wij zeggen. Dat kan via de chatfunctie. Dus op het moment dat jullie een vraag stellen, nemen we dat ook mee in het gesprek wat we gaan hebben samen. En we floten ook een 2-tal boeken, mooie Quality for DevOps Teams boeken, floten we aan het eind onder de mensen die vragen hebben gesteld in de chat. Dus maken we er veelvuldig gebruik van. Daarnaast hebben we ook een poll die wij introduceren om ook daar wat meer feedback vanuit jullie kant op te krijgen. Dus een vraag aan de regie, zou de eerste poll op het scherm getoond kunnen worden? En dan is het aan jullie de vraag om daar antwoord op te geven. Dat kan gewoon door het klikken op het scherm. Je hoeft hier niets te installeren. Dat kan gewoon op deze manier. De poll is, kijken naar jullie werkomgeving. Wie is er actief met kwaliteit bezig in je werkomgeving? 1. Ik als tester niet in een Agile team. Ik als tester in een Agile team. Of alle teamleden van het Agile team. Ik geef jullie nu even het moment om te reageren. En dan wachten wij in spanning af wat de resultaten zijn. Wat is jullie idee? Wat verwachten jullie qua vraag, antwoord? Ja, ik heb wel een hoop, zeg maar, wat ze gaan kiezen. Maar dat gaan we natuurlijk meemaken of dat ook gaat zijn. Daar ga ik natuurlijk nog niet te veel over zeggen. Nee, precies. Ik weet niet of jij nog hetzelfde. Ja, ik heb eigenlijk ook wel een hoop. Ik ben ook wel heel erg benieuwd naar het publiek. Ja. De resultaten zijn al binnen. Ja, het ziet er goed uit, hè? Mooie resultaten. Ja. 68% alle teamleden van het Agile team. En volgens mij is dat ook hetgene waar je op doelde, hè? Ja, gelukkig inderdaad. Ja. Nee, dat is natuurlijk wel wat je ook in de praktijk steeds meer ervaart. Hè? Dat je het samen moet doen. Je bent samen met het project bezig.
En dus je draagt allemaal bij aan die kwaliteit. Dus ja, dat is wel hetgeen waar je naartoe zou willen streven. Okay. Dat sowieso. Boyd, wil jij er ook nog op reageren op de resultaten? Ja, nou, ik zag inderdaad een klein percentage. Dat was wel met kwaliteit bezig, maar niet in een agile team. Dus we weten natuurlijk niet precies wat de mensen daarmee bedoelen. Maar dat kan zijn dat ze op een aparte testafdeling werken. Maar als iemand daar wat over wil zeggen, dan is het misschien interessant om te delen. Ja. En de rest zit in ieder geval in een agile team. Wat voor team dat dan is, ja, dat kan alle kanten op gaan natuurlijk. Maar het blijkt wel uit de antwoorden dat het grootste deel samen met het teamwerk dat dus met agile bezig is. Ja. Wat waarschijnlijk dus niet alleen testers zijn, maar waarschijnlijk ook ontwikkelaars en misschien wel andere rollen. Ik denk dat dat goed is, want dat is belangrijk in agile teams. Ja. Nou, mooi om te horen. Dat kan ik alleen maar bevestigen. Kijkend naar testen in agile teams. Waar begint voor jullie eigenlijk het testen? Als je even kijkt naar mijn eigen praktijkervaring. Hè, vroeger, toen ik zelf ook tester was, alweer een tijdje geleden, was ik niet actief in een agile team. Dat was een watervalsituatie waarbij het testen voor mij eigenlijk begon op het moment dat ik een functional ontwerp kreeg. Ik kreeg een functional ontwerp, ik begon aan het specificeren van testen, kon van testspecificatietechnieken. Op een gegeven moment werd het opgeleverde testobject en ik ging testen. Bevindingen registreren, bevindingen terugmelden, hertesten doen op een gegeven moment helemaal live. Dat was eigenlijk de dynamiek waar ik in zat toen de tijd, een tijdje geleden, waterval. Hoe is dat bij jullie op dit moment? Wat is de huidige situatie? Thijs. Ja, als ik dan bij mijn situatie kijk, dan doe ik dat eigenlijk zo snel mogelijk. Dus eigenlijk het eerste moment dat ik iets beter kan pakken, dan ga ik al beginnen met testen. En dat vaak in een agile omgeving, dan is dat een user story die je tijdens je refinement gaat bespreken met elkaar. En wat ik dan zelf ook altijd doe, is dat ik die voor die refinement, dan vraag ik die user stories die we gaan refinen, vraag ik op. En dan ga ik die eigenlijk al statisch testen. Dus dan ga ik ook kijken van oké, klopt het wat er in de user story staat? Mis ik dingen? Zijn er onduidelijkheden? Al dat soort vragen zeg maar schrijf ik al op. Want dat zijn eigenlijk ook een soort van risico's natuurlijk. Hè? Op het moment dat iets niet 100% helder is. En ja, daar begint voor mij het testen eigenlijk al. Hè? Dus echt zo snel mogelijk in het proces. En soms zelfs nog daarvoor. Ik heb ook nog wel een keer een situatie meegemaakt. Dat we voor de refinement ook nog een soort van feature sessie hadden. Dus dan zaten we ook met Epic owners bij elkaar. Dat was er vanuit elke rol. Zeg maar iemand, een afgevaardigde zeg maar aanwezig bij die sessie, die dan vanuit hun optiek over kwaliteit meedacht. De ontwikkelaar doet dat vanuit zijn technische achtergrond natuurlijk. En de tester die probeert natuurlijk heel creatief te zijn en allerlei vragen te stellen en de scenario's te bedenken. Mm-hmm. Dus dat is ook een situatie geweest waarin het nog eerder in het proces was. En dat vond ik wel gaaf. Dat is wel mooi om te horen. Ja. Ja, wat Gijs zegt, dat is in principe ook hoe het bij mij het liefst gaat. En ik denk dat het ook een compliment voor je is als tester, als je dus gevraagd wordt om mee te denken over features voordat ze bij je team terechtkomen. Want dat geeft aan dat ze jouw oordeel eigenlijk wel vertrouwen. En ja. Jij hebt waarschijnlijk ook een hele kwaliteitsbrede blik op een bepaalde keten of een applicatie. En dan kan je ook heel goed zeggen van, oh, maar als jullie deze functionaliteit implementeren, dan heeft dat wel, hoe mest dat met de bestaande functionaliteit? En dan kan je daar al vooraf vragen over stellen. En als je dat, ja, daar niet bij betrokken wordt, dan ben je bijvoorbeeld pas bij de refinement, bij het team. Ja, en dan moet het weer terug naar die business toe. En ja, daar gaat soms dan wel wat tijd overheen. Dus als de klant er ook de waarde van inziet, van jou als tester, dan kan dat heel veel voordelen hebben, uiteindelijk voor het team. Ja. Dus ja, testen begint zo vroeg mogelijk, wat mij betreft. Nou, helemaal goed. Nou, dankjewel voor jullie beide antwoorden. En ja, dat is dus waar testen start. En waar stopt het dan voor jullie? Stopt het überhaupt? Ja, nou, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Hè? Want wanneer heb je nou genoeg getest? Dat is natuurlijk een van de vragen die dan opkomt. Want als je vraagt van wanneer stopt het testen? Ja, je kunt oneindig door blijven testen. Je kunt steeds wel weer nieuwe scenario's blijven bedenken. Andere samenstellingen van onderwerpen of systemen, waarin je dan toch weer nieuwe scenario's hebt die je kan testen. Maar goed, dat begint dus eigenlijk met een goede risicoanalyse. Daar zo meteen meer over. Maar ja, het testen stopt in principe eigenlijk niet. Nee, ja, wat Gijs zegt,
ja, wat je kan doen is inderdaad je scope bepalen. Je hebt in je sprint waarschijnlijk een bepaald aantal tijd, als je überhaupt in sprints werkt natuurlijk. Maar meestal heb je sowieso beperkte tijd. En als jij een reeks van items, features moet testen, en die zijn allemaal even belangrijk, dus dan zou je zeggen, dan besteed je daar waarschijnlijk ongeveer evenveel tijd aan. Maar ja, ga je dan één feature helemaal aftesten op 100% acceptatiecriteria niveau, met eventueel bepaalde testdekking, en kom je er dan aan het einde van je sprint achter dat je dus misschien wel twee features niet afkrijgt, of er ben je niet eens aan begonnen. Ja, wat is dan wijsheid? Je kan ook zeggen, ik doe 5 features, timebox dat een beetje, was een beetje exploratory testing toe. Mm-hmm. En dan heb ik in ieder geval 5 features bekeken. Dan kan ik hier wel een soort van risicoadvies over geven. Je kan ook zeggen wat je niet gedaan hebt. En dan kan je dat meenemen als team. En als dan blijkt, we moeten er nog meer aandacht aan geven. Nou, dan heb je in ieder geval iets van feedback voor je product owner, of voor je team, of voor je stakeholders opgebouwd. En ja, waar het dan eindigt. Ja, je kan natuurlijk ook met de feature bezig zijn geweest in een sprint. En dan ben je inmiddels een paar iteraties verder. En dan kom je erachter, doordat je bezig bent. En een tester is vaak heel veel creatief aan het denken in zijn hoofd. Oh, maar wat ik toen in het verleden heb getest, dat klopt niet meer. Dat moet ik opnieuw testen. Of ik ben een hele testcase, belangrijke testdekking ben ik vergeten. En die kan je dan ook nog toevoegen. Dus testen stopt nooit. Want de software wordt altijd doorontwikkeld. En daardoor stopt de testen dus nooit. Ja, klopt. Ja. Vandaar dat ik ook zei, hè? Stopt het überhaupt. Inderdaad. Dankjewel. Ik krijg ook meteen een vraag, maar een reactie binnen. Een bevestiging eigenlijk. Hierbij wordt aangegeven, als tester moet je in de ogen van degene die heeft aangegeven, het proces en bedrijfsprocessen ook begrijpen. Ja. Zou u daarop kunnen reageren? Jullie geven allebei aan je. Ja, nee, dat is zeker wel waar. Hè. Kijk, als tester vorm je eigenlijk een beetje de brug tussen de business en de techniek. Hè, want je moet zowel de bedrijfsprocessen van de klant begrijpen. Hè, je bent namelijk ook functionaliteit aan het maken voor die klant. Dus dat moet je gewoon echt goed begrijpen. Wil je je testen goed kunnen opstellen? En daarnaast moet je natuurlijk ook begrijpen wat de techniek zegt. Dus hoe het in de code geklopt is, want dan kun je eigenlijk al met statisch testen al vroegtijdig, zeg maar, risico's boven water krijgen. Dus het is een beetje een samenspel inderdaad van business en IT, en dat vind ik als tester heel erg leuk. Ja, vaak bouw je ook als tester expertise op natuurlijk. Als je begint in de opdracht, dan als het goed is, stel je enorm veel vragen. Maar aan het einde van het traject, als je heel ervaren bent, dan gaan mensen vragen aan jou stellen, want jij weet ook heel veel. En ja, dan word je dus ook heel erg betrokken bij het proces. En dan kan je ook het proces binnen een keten van systemen ook zien. En daar over risico's nadenken. Dus dan heb je het over integratietesten, ketentesten, gebruikersacceptatietesten. En allemaal dingen die misschien buiten de scope van jouw testopdracht vallen. Maar daar kan je wel iets over zeggen misschien al. Dus ja, dat is belangrijk denk ik, processen. Oh, heel goed. Ik krijg ook, de vraag was trouwens van Bastiaan. En Bastiaan geeft nu ook aan, precies. Dus hij bevestigt ook hetgene wat jullie zeggen. Dus nou, dankjewel Bastiaan voor jouw terugkoppeling hierin. Mooi. Als je kijkt naar kwaliteit en testen actief in een agile team. Net hebben we aangegeven dat heel veel mensen die hier ook hebben deelgenomen, het hele team daarbinnen actief zijn met kwaliteit. En kun je daar wat meer voorbeelden van geven? Of bijvoorbeeld tips, op welke manier je de rest van het team ook kunt betrekken bij het testen? Ja, dat is inderdaad wel een goede vraag. Ik zit even te denken. Ja, je kunt hem natuurlijk enerzijds zo insteken dat je bijvoorbeeld samen met de ontwikkelaar een stukje code gaat maken. Hè? Dus dat je echt de pairwise programming toepast met een ontwikkelaar en een tester bij elkaar. Ik denk dat dat een hele krachtige vorm is, want dan leer je zowel als tester, zeg maar, wat een stukje techniek. En die ontwikkelaar, die krijgt ook wat van de testaspecten mee. En ik denk dat dat juist een hele fijne kruisbestuiving is, hoe je dat kan inregelen. Maar misschien dat wordt ook op een andere manier. Ja, ik denk bijdrage aan unit test gevallen. Kijk, ik kan als tester, in ieder geval als ik voor mezelf spreek, ik kan niet programmeren. Ik kan af en toe wel wat code lezen, maar ik kan ook al meedenken over testdekking. En het is meestal beter om op een zo klein mogelijk niveau te automatiseren. Dus als je bepaalde requirements in een unit of een unit integratietest kan afvangen, dan moet je daar wel actief over sparren met je team. En als we weten dat die mogelijkheid inziet, kan het team ook meer betrokken raken. Van, oh ja, unit tests kunnen iets voor ons betekenen, die kunnen waarde toevoegen. En waar je ook aan kan denken is,
Als je bezig bent met requirements, met acceptatiecriteria. Kijk, een tester gaat heel snel denken over grenswaardeanalyse. Ga ik net boven de grens, net onder de grens, op de grens. Hè? Dat zijn voor de tester de meest klassieke testgevallen vaak. En ontwikkelaars die denken, uit mijn ervaring, ik merk ook gewoon dat er veel bevindingen zitten op dat niveau. Want in de code is het een issue of een issue met een grote danteken en dan gaat het gewoon wel eens fout. En ja, als je die ontwikkelaar al goed meeneemt of tijdens de refine bijvoorbeeld heel specifiek vraagt, oké, groter dan dit, groter dan dat. Maar wat als het dan precies dat is? Als je dat even bij het team weglegt, dan krijgt die ontwikkelaar dat hopelijk mee en dan... gaan ze in de toekomst misschien ook hopelijk daar wat meer over nadenken. Dus ja, door jouw kwalitatieve inbreng als tester kan je hopelijk de rest inspireren. Ik kan het zeggen, het inspireren. Dat is een goede vlek verder het team inbrengen. Maar heel goed. In de tussentijd krijgen we ook een vraag van Joost. Joost stelt de vraag, automatiseren jullie ook de testen? Automatiseren is een belangrijk onderdeel, dus daar gaan we zo meteen ook wat dieper op in. Ja. Dus dat is een eerste vraag en daarbinnen aansluitend, dus of definiëren jullie de testen en laten jullie inderdaad de developers de autotesten maken? Ja, dat is altijd heel contextafhankelijk. Ik denk dat ook in de Test Automation Testing Tuesday die geweest is, daar is ook handig om naar te kijken, denk ik. Ja, volgens de eerste editie trouwens, Test Automation, is ook terug te kijken. Ja. Want het hangt heel erg af van wat voor applicatie je hebt. Is het een nieuwe applicatie? Is het een bestaande applicatie? Hoeveel doorontwikkeling vindt er plaats? Wat voor mensen bestaat mijn team? Zijn er eisen vanuit de organisatie? Al die antwoorden bij elkaar geven een antwoord op de vraag, wie gaat dat doen? En daar komen we op het einde misschien een beetje op terug. Maar de hint is, ja, praat met je omgeving daaronder. En zorg dat het duidelijk is wie verantwoordelijk is. En wat bij jullie team het beste past. En pas dat dan toe. Ja. Maar het is meestal niet succesvol als één iemand op een eilandje zit en die dat dan maakt. En dan gaat die persoon dus uit dienst of weg bij de opdracht. En dan valt die testautomatisering om, want niemand weet hoe dat werkt. Ja. Dat is vaak wel een gevaar, dus daar moet je sowieso over nadenken. Ja, ja nee, eens met wat Boyd zegt inderdaad. Hè. Kijk, wat een gevaar is, hè, of een risico is dat degene die die testen automatiseert op een eilandje zit en zonder kennis van de businessprocessen daarmee aan de slag gaat. En dat is natuurlijk op het moment dat je het echt samen doet en bespreekt ook wat je gaat automatiseren, dan voorkom je eigenlijk dat risico optreedt. En dat is nu ook gaaf van mijn huidige opdracht. Dat zie ik ook gebeuren. We hebben echt die samenwerking met de ontwikkelaars ook als het gaat om het maken van die testgevallen. Kijk, wij als testers zeg maar, maken wel echte scenario's. Maar als er technische aspecten voor gebouwd moeten worden, hè, want dat is ook wat je met testautomatisering doet, hè, je bouwt een applicatie die een andere applicatie gaat testen, dan zie je gewoon die hele mooie samenwerking. En dat, ik hoop dat in de toekomst dat ik dat vaker tegen ga komen, want dat werkt gewoon echt heel erg prettig en fijn. Ja, dus als je het samen kan vatten, kwaliteit is iets van een team. Dus testautomatisering of automatische checks, of hoe je het wil noemen, automatische regressietest, dat moet je dus ook als team oppakken. Dat vergroot gewoon de kans tot succes. En dan kijk dus ook wat je als team nodig hebt. Oh, okay. Maar op het einde gaan we nog wel wat meer over toe. Ja, helemaal goed. Helemaal goed. Ik krijg ook een vraag over exploratory testing in Agile. Dat is ook een onderwerp. Hè? Bedankt voor je vraag, Patrick. We komen zo meteen ook verder, gaan we het over hebben. En daarnaast ook een andere vraag. Ooit als tester bij DAF en CO2-uitstoot bezig geweest. Hoe daarbinnen ook gewoon hè, aangegeven dat hij wat kritiek kreeg op dat gebied. En de vraag die hij daarbij stelt. In hoeverre moet je jouw testuitkomsten die de business niet wil stilhouden? Wat moet je daarmee? Ja, dat is denk ik een gevoelig onderwerp. Ja. Soms, hè. Kijk... Ik ben zelf van mening dat als tester moet je gewoon misschien geen blad van de mond nemen. Het is zoals het is. En als er een fout zit in je software en die levert uiteindelijk productieproblemen op, als je die dan niet meldt, dan gaat het uiteindelijk in productie wel problemen geven. Ja. En meestal is het als tester, ja, het is een beetje cru, maar uiteindelijk vind ik, het is niet mijn probleem. Maar ik vind wel dat het je verantwoordelijkheid is als tester om te voorkomen dat dingen die men had kunnen weten, dat ze dat weten. Dus het is altijd gevoelig. Dus ja, probeer daar op een tactische manier te communiceren. En je hoeft het ook niet als individu te vertellen. Het is ook een team. Hè? Het team levert kwaliteit op. Dus je kan ook als team
die boodschap brengen. Dat hoeft niet een test te zijn. Dus ja, kijk wat de mogelijkheden daaraan zijn. En ja, desnoods vraag een keer een ervaren persoon langs om te kijken naar jouw context en een advies daarop te geven. Ja, eens met wat Boyd zegt inderdaad. Dat is natuurlijk ook een van de Scrum values, hè? Een van de meest gebruikte framework, ook in combinatie met het agile gedachtegoed. Is dat je moet laten zien. En op het moment dat je inderdaad een negatieve boodschap hebt, dan is dat niet leuk om te vertellen, maar wel belangrijk om te doen. Ja. Want op het moment dat je dat doet, dan kan erop geacteerd worden en kun je het proberen te mitigeren of te corrigeren. Want anders krijg je het inderdaad op productie en dan zijn de gevolgen vaak veel groter dan eerder in het proces. Ja. Ja. En risico's kunnen ook geaccepteerd worden, hè? Dus ja, dat is ook acceptabel. Ja. En daar heb ik als tester altijd vrede mee. Ja. De risico's, dit is wel interessant. Want op welke manier bepaal je eigenlijk wat je wel test en niet test? Dus hè, als we even een stap inhoudelijker gaan naar het testen, op welke manier doe je die bepaling? Ja, ja, dat begint natuurlijk met een risicoanalyse. En het ideale moment waarop je dat doet, is wanneer je ook met het hele team bij elkaar zit en over inhoud van functionaliteit hebt. En in een agile setting is dat vaak natuurlijk een refinement, hè, waarin je dus de inhoud bespreekt. Door vragen te stellen, identificeer je die risico's. En dan ga je ook analyseren van hoe erg zijn die risico's nou. Hè? Van oké, hoe groot is überhaupt de kans dat het fout kan gaan? En wat zijn dan de schadelijke gevolgen die dan zo'n risico met zich meebrengt? En dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk om te doen. Want op het moment dat je dat dan inschat, hè, of iets dan een zwaar of een laag risico is, dan. En met ook natuurlijk, dat vergeet ik eigenlijk te vertellen, hè, we moeten ook in eerste instantie kijken naar wat dan de inhoud is van de user story. Wat zijn de belangrijke kwaliteitsattributen van de user story? Nou, functionaliteit is er vaak eentje, maar dat wil niet zeggen dat je ook niet naar performance of security moet kijken, maar dat is ook weer afhankelijk van de context waarin je opereert. En dat in combinatie, zeg maar, met je risicoanalyse, dan kun je op die onderwerpen ook gaan kijken welke testontwerptechnieken ik ga pakken. Ja. Want op het moment dat je informatie heeft over een bepaald proces, ja, dan kun je een procesgebaseerde techniek makkelijk toepassen. Heb je heel veel data tot je beschikking, dan doe je een datacombinatietest bij wijze van. Ja. Dus ook je testbasis, zeggen, dus de informatie in de user story is ook van belang om te bepalen. Wat en hoe je. Ja. Ja, nee, precies. En het is ook wel leuk om te vertellen. Ik heb Gijs' training een tijdje geleden gevolgd. Okay. En een van de dingen in de training was de agile risicolog. Of tenminste, zo hebben wij hem geïnterpreteerd. En die heb ik in de test van opgenomen. Collega's van mij gebruiken dat ook bij de klant waar ik zit. En wat je daar eigenlijk hebt, is je kan bijvoorbeeld, je hebt features die je ontwikkelt in je team, of user stories, zoals ze vaak genoemd worden. En die kan je misschien in brokjes van. Kleine impact, gemiddelde impact en grote impact, of risico misschien, zoals je het wil noemen, indelen. En een voorbeeld van iets kleins zou bijvoorbeeld kunnen zijn een textuele wijziging of een hele kleine visuele aanpassing in het bestaande feature, waar een hoger risico, grotere feature, dus bijvoorbeeld misschien een compleet nieuwe feature is. En via de Agile risicolog kan je eigenlijk een soort manier inbouwen, dat je zegt, we hebben hier een kleine feature. Daar hoeven we niet zoveel specificaties voor te hebben. Dat hoeft allemaal niet perfect gedocumenteerd te zijn. Daar hoeven we misschien zelfs geen automatische check voor te hebben. Maar we willen dat wel in ieder geval één keer door een tester of iemand uit het team beoordeeld hebben, dat het dan goed gebouwd is. Maar als we dat dan gezien hebben, dan is het ook goed. Ja. Gaan we ook niet te veel tijd aan besteden. Ja. Maar als je een compleet nieuwe feature hebt, dan vertelt die agile risicolog jou bijvoorbeeld, dat moet je dan afstemmen met je team, wijzen. Functionele documentatie, bijna 100% uitgeschreven als dit dan dat. En dan weet je alle situaties. En als je dat als team met elkaar afspreekt, dan heb je eigenlijk ook een soort definition of ready in bepaalde situaties. En dan voorkom je ook dat het testen moeilijk gaat. En dan haal je betere resultaten, dan haal je de belangrijkste risico's op tijd naar boven. Ik denk dat dat ook wel veel kan toevoegen in teams. En voor testers is het heel gesneden koek vaak, maar niet voor de ontwikkelaars. Die benaderen dat niet zo. En ook de product owner en business analisten die in je team betrokken zijn, die kunnen die informatie allemaal geven. Dus ja, kijk eens of dat voor jullie teams wat kan zijn.
Ja, dat vind ik inderdaad wel een hele mooie. Want wat ik veel toepas is risicopoker. Dus, een variant eigenlijk op het planningspoker wat je hebt. En dan sommige mensen zeggen dan, ja, waarom doe je dat dan niet samen? Nou, dat komt met name eigenlijk omdat bij de risicopoker ook de product owner en de stakeholders, de gebruikers eventueel ook als die aanwezig zijn, die kunnen daarin ook mee pokeren. En dat is met planningspoker is dat anders, want dat is echt iets van het team, zeg maar. Hè? Dus echt de specialisten die het gaan ontwikkelen. Dus vandaar dat ook wel een echte specifieke scheiding is, zeg maar, tussen risicopoker en planningspoker. En maar wat Boyd inderdaad ook uitleggen over de Agile Risico Log. Ik heb hem inmiddels hernoemd naar de Agile Risico Strategie eigenlijk, want het is eigenlijk je strategie hoe je omgaat met je ontwikkeling. En op het moment dat je een laag risico hebt, dan is een acceptatiecriteria bijvoorbeeld voldoende. Bij een medium, dan wil je een uitgeschreven functioneel ontwerp. En bij hoog misschien zelfs een technisch ontwerp helemaal uitgeschreven. Dus dat zijn dan preventieve maatregelen die je kan nemen om risico's überhaupt te voorkomen. Daarnaast heb je allerlei variëteit in testen en zo. Wat natuurlijk ook een manier is om risico's inzichtelijk te krijgen. Dat is dan weer een detectieve manier. En dan heb je ook nog corrigerende manieren om op het moment dat het dan optreedt, dan zo snel mogelijk zorgen dat het risico zo klein mogelijk wordt. Dus mitigeren ervan. Ja. Ja. Nou, leuk. Toevallig ook leuk dat je praat over poker. Want we krijgen ook een vraag van Joost, die ook dat aangeeft. Hè? Net als het schatten van stories kun je bij risico's analyse ook met risk poker werken. Dat is precies hetgene wat je zegt. Ja. Het is leuk dat het ook gewoon zo samenkomt in de input die we krijgen. Daarnaast krijgen we ook een vraag van Bastiaan. Gebruiken jullie een bepaald standaard risicotemplate of maken jullie elke keer een andere template? Is dat het risklog? Ik denk meer om tot de score van risico te komen. Ja, dat inderdaad. Wat je ook wel ziet. Hè. Kijk, want als je het hebt over risicopoker of tennispoker, dan schat je het in naar referentie. Dus het is heel erg belangrijk voor jezelf eigenlijk of voor je team. Dat je een bepaalde referentie hebt en dat je het daarmee kan vergelijken. Hè? Is het dan zwaarder of lichter dan wat we in het verleden gedaan hebben? Dat maakt het gewoon heel erg hanteerbaar. En daarnaast, zeg maar, wat met je Agile Risico Log, dat zijn eigenlijk je maatregelen die je treft om die risico's af te dekken. En dan pak je het is makkelijk om daar een bepaalde standaard voor te hebben. Ja, dat kun je per team. Kun je dat anders invullen. Want elk team werkt natuurlijk op een andere manier, andere context. Ik denk zelfs dat is eigenlijk een beetje je zou het kunnen vertalen, zeg maar, naar je definition of ready en definition of done. Okay. Alleen dan aangevuld op een bepaald risicoklasse wat je dan krijgt. Ik denk ook wat bij Agile het ook echt heel wendbaar maakt, is dat je niet een statische manier een aanpak hebt. Je aanpak die verandert continu, ook omdat je teamsamenstelling continu verandert, of je applicatie verandert continu. Kijk eens naar wat je hebt. Heb je überhaupt iets afgesproken? Klopt dat nog met de werkelijkheid? Moeten we dat gaan heroverwegen? Je hebt een bepaalde score die je hebt, die je gebruikt om tot risico te komen, hè? Impact keer faalkans. Daar kan je ook een bepaalde formule doen. Je kan 1 keer 5 doen of je kan 1 keer 3 doen. Ja, dat kan je helemaal naar wens inrichten. Dus herevalueer soms ook eens wat je hebt staan. En dat kan helpen. Ja. Ja, en idealiter doe je dat natuurlijk bij de retrospective. Dat is denk ik het ideale moment om dat soort zaken te bespreken. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, helemaal goed. Ik kijk even of er nog wat vragen hierover komen. Kim geeft aan, wanneer doe je een risicoanalyse / poker sessie met de stakeholders als je werkt in een Agile team? En hoeveel tijd kost dat gemiddeld? Dat is echt een hele lastige vraag. Want dat is denk ik elke keer weer verschillend. En wat ik wel merk, op het moment dat mensen nog geen risicopoker of risicoanalyse toepassen, dat je daar nog een beetje in moet groeien, zeg maar. Dus dan een beetje opstartproblemen zou je kunnen noemen. Of gewoon dat je eraan moet wennen. Maar gedurende dat je dat vaker doet, dan gaat het eigenlijk vanzelf. Want wat ik ook wel bij teams merk die nog niet heel erg bewust die risicoanalyse doen, die hoor ik wel risico's al benoemen. Dus ze zijn er onbewust al wel mee bezig.
Alleen het is die schakeling, bewust bekwaam, zeg maar, dat je dan net een stapje verder moet. Dat, ja, dat, hoeveel tijd dat kost, is ook weer per user story afhankelijk. Ja, ja, dat is lastig. Bij ons, ik werk eigenlijk altijd in nieuwbouwteams. Ja, dat is in ieder geval, het levert me veel ervaring op in nieuwbouwteams. En ja, wij zijn in de refinements en alle gesprekken daaromheen, zijn we überhaupt al heel veel aan het praten over duidelijkheid om te weten wat we moeten bouwen. En dan op het einde, dan schatten we ook nog wel storypoints in. Mm-hmm. Maar over risico praten, ja, dat, als ik dat ook nog in mijn team moet gooien, dan kost me dat best wel veel tijd. En die tijd gaat dan ten koste van de refinement. En ja, dat is niet altijd wenselijk. Hè? Soms wil je het wel, soms wil je het niet. Maar ik heb daar eigenlijk bij ons een oplossing voor bedacht. Ik heb mijn applicatie gewoon opgedeeld in een aantal onderdelen. Hè? Functionele hoofdonderwerpen zou je kunnen zeggen. Ja, bepaalde import, bepaalde exports, bepaalde algoritmes misschien. En die geef ik allemaal een risicoklasse. Een soort PRA is het dus eigenlijk. Ja. En dat heb ik ook afgestemd met een product owner of eventueel stakeholders. En als ik dan een user story krijg of een bevinding of een RFC'tje, een request for change, dan weet ik al, oh, dat valt binnen dit stukje. Ik heb al op PRA niveau gezegd, dat is een hoog risico. Nou, dan weet ik al, hier moet ik wat goed naar kijken tijdens het testen. Dus dan schat misschien ook wel wat meer storypoint in. Ja. Want testcapaciteit moet daar waarschijnlijk hoog zijn, want het risico is hoog. En bovendien, als jij een item hebt waarvan je weet dat het integreert tussen twee van die hoofdonderdelen, en als de een is laag en de andere is hoog, dan zou je denken, ik hoef niet zoveel testcapaciteit te besteden, want het valt binnen zo'n laag onderdeel, maar het heeft integratie met een ander stuk. En dan moet je dat daar dus ook gaan zitten testen. Dus dan kan je die dingen combineren, en dan kan je toch een soort van, ja, vooraf een schatting doen over hoeveel testcapaciteit je wilt besteden. En, bij ons werkt dat in ieder geval, ja, ik ben ook in principe de enige tester, dus voor mij werkt dat. Want ik heb het al heel erg in mijn hoofd zitten natuurlijk, omdat ik al 1,5 jaar in mijn opdracht zit. Ja. Maar als jij in een bestaand team zit, dan werkt dat misschien weer net iets anders. Met een applicatie die allemaal in productie draait. Maar ja, voor mij werkt het. Dus ja, het zijn ook heel veel manieren en er is gewoon geen silver bullet, zeg maar. Dat is, ja, het moeilijke dus ook. Goed, dankjewel. Goede aanvulling. Hebben jullie tips? Want ik krijg een vraag hier van wat kun je doen op het moment dat je als tester start in een nieuwe klus? Op welke manier rol je het beste in? Hebben jullie daar tips voor? Dat is een vraag die ik hier voorbij zie komen. Ja, kun je dat? Ja, dat is een hele goede vraag. Dus waarschijnlijk ga ik zelf ook dat binnenkort weer ervaren. Ja. Maar in ieder geval heel veel vragen stellen. Hè. Kijk, want je komt in een nieuwe omgeving. En wat in het begin ook gezegd is, hè, het is heel erg belangrijk om die businessprocessen van die klant goed te begrijpen. Dus ga bijvoorbeeld eens een keer bij een klant aan tafel. Dat is in de coronatijd wat lastiger. Maar ga eens met de klant meekijken wat hij tijdens zijn werk nou eigenlijk doet. En ga hem interviewen. Dan, op het moment dat je die klant dan beter leert kennen, dan heb jij weer een goede basis, zeg maar, om die testen dan weer op voor te bereiden. En dan herken je ook weer op het moment dat je dan user stories voorgeschoteld krijgt. Van, oh, dat is dat stukje wat ik bij de klant heb gezien. Dat gaan we nu dus automatiseren of dat gaan we aanpakken. Ja. Dus dat zou ik dan in ieder geval adviseren. Ja, het ligt er ook aan. Kom je in een team terecht wat al heel lang bestaat, waar misschien al heel veel mensen al heel lang zitten. Dus dan kom je in een bestaande omgeving terecht. Dus ik zou bijvoorbeeld heel veel gaan observeren. Misschien gaan opschrijven. Ik zou dus niet meteen alles wat ik zie aankaarten. Want je kan niet eens de hele wereld veranderen. En misschien is die manier van werken ook wel prima voor deze omgeving. Dus dat is ook altijd lastig. Ik zou in ieder geval veel vragen stellen, zoals Gijs zei. Veel praten met misschien de eindgebruikers als dat mogelijk is. Met de product owner, een gesprek aan. Hoe ziet de toekomst eruit? Wat gebeurt er over de komende iteraties? Zijn de grote functionaliteiten die er aankomen? Hoe gaan we om met risico's? Welke pijngebieden heeft het team nu? Kan testen daarbij helpen? Ja, ga gewoon een beetje vragen en praat eens met een ontwikkelaar. Ga er eens bij zitten. Ja, goed luisteren naar wat er gebeurt. En dan leer je denk ik al heel veel. En kijk eens dan wat je met je ervaring kan doen die je al hebt. Wat kan ik dan meebrengen in het team? En begin gewoon klein. Of begin met een enkel dingetje. En probeer dat steeds te verbeteren. Ja, het kan van alles zijn. Wat vinden jullie allebei nou het leukste aan jullie rol als agile tester?
Ja, ik vind de flexibiliteit, die vind ik gewoon echt heel erg gaaf. Hè? Dus dat elke dag weer anders is en je bent eigenlijk nooit 100% hetzelfde aan het doen. Je vervult soms ook op meerdere rollen, hè? Want kijk, mijn doel zeg maar is om zo hoog mogelijk kwaliteit behalen. En enerzijds doe je dat door testen en dingen aan te kaarten, maar anderzijds kun je ook naar het proces kijken. Van hoe loopt het ontwikkelproces nou? Kan ik daar dingen innoveren? Dat vind ik ook wel leuk aan mijn werk, dat het niet alleen maar over die applicatie gaat, maar ook over het proces en de mensen die erbij betrokken zijn. Dat vind ik gewoon ontzettend gaaf aan mijn werk. En de ene keer ben ik functioneel aan het testen, en de andere keer ben ik met testautomatisering bezig, dan ben ik met API-testen. Het is elke keer weer wat anders. Dat is gewoon gaaf. Oké. Ja, het is heel cliché, maar elke dag is anders. Dat is wel waar, want je weet maar nooit wanneer er een bevinding uit productie op je dak valt. Of dat er een integrerende partij met jouw systeem een probleem heeft. En ja, wat is er aan de hand? Waar zit de bevinding? Dat moet je maar gaan analyseren. Maar wat Gijs zegt, ja, tester kan alle kanten op gaan. Je kan heel veel met de techniek bezig zijn. Je kan juist heel veel met gebruikersacceptatietesten bezig zijn en met de eindgebruiker bezig zijn. Ja. Je kan bezig zijn met het Scrum-proces, Scrum Master achter de rol. Misschien wel een beetje product owner. Misschien ga je wel ontwikkelwerk oppakken. Dat kan als tester best wel vaak in teams. Omdat het is uiteindelijk ook als je naar DevOps kijkt. Ja, iedereen wordt wel verwacht dat hij veel kan. En kijk, iedereen heeft zijn expertise. Maar ja, je kan dus ook in zo'n team, in zo'n agile team, ook achterkomen wat ligt bij mij. He, ben jij een technisch persoon? Kan je misschien wel doorgroeien naar ontwikkelaar? Heb je daar ambities voor? Of testautomatisering? Misschien ben je wel heel goed in testen en vind je het ook leuk om te automatiseren. Is daar kans voor binnen je opdracht? Nou, vaak pakken testers ook al die kans. Dus je komt gewoon heel goed achter wat je kan. En dat is dus ook het leuke van het werk, want ik ben erachter gekomen wat ik leuk vind door gewoon mijn opdracht te beleven. En dat zou ik iedereen aanraden als je niet precies weet wat je wil. Dan is Agile Test Engineer de perfecte rol om te beginnen, want je komt er binnen een paar jaar achter, en misschien nog wel sneller, wie ben ik en wat past bij mij en hoe kan ik de wereld beter maken. Dat is echt fantastisch. Ja, mooi gezegd. Ja, dat is wat ik ook bedoelde, dat is die veelzijdigheid van de rol als Agile Test Engineer. En je start ergens, genoeg mogelijkheden, en vanuit daar is daar een soort van ontdekkingsreis. Op waar ligt mijn interesse, waar ligt mijn kracht? Je krijgt verschillende kansen om het bij andere klanten te kunnen doen en dergelijke. Ja. Op die manier je carrière gewoon echt shapen. Ja. Dus dat is het mooie aan deze rol. Ja. Nou, helemaal goed. En wat zijn nou de kernkwaliteiten van een Agile Test Engineer? Want dat is ook een vraag die ik tussendoor heb gekregen. Dus bedankt voor je vraag. Zou u daar wat over kunnen vertellen? Of wat zijn nou de Agile Test Engineer? Hey, kijk, het standaard naar jou eerst. Hè? Ja. Maar nu mag jij ooit. Ik denk dat je wel best wel eigenwijs mag zijn. Je moet niet bedweterig overkomen. Maar als jij je rol goed uitvoert, dan vertrouwen mensen ook wat je zegt. En dan hechten ze daar ook waarde aan. Dus laat zien wat je kan. Je moet observerend zijn. Je moet onderzoekend zijn. Je moet misschien wel innoverend zijn. Je bent altijd bezig met kwaliteit. Dat is eigenlijk het enige wat je heel de dag doet. Bij alles denk je nou over kwaliteit en risico's. En dat vormt de basis van je werk. Ook als je functioneel aan het testen bent. Ook als je aan het automatiseren bent. Het maakt eigenlijk niet uit wat je doet. Dat is je basis. Wat voor karaktereigenschappen kan je nog meer hebben? Ik denk dat je communicatief vaardig moet zijn. Ja. Zeker in de Agile teams. Want je moet met ontwikkelaars kletsen. En misschien ze nog wel begrijpen ook. Hoewel dat vaak lastig is. Want Die denken gewoon op een hele logische manier. En daardoor kunnen ze zo goede applicaties bouwen. Maar je moet wel soms een beetje meekrijgen hoe dat werkt. Maar je moet ook met de stakeholders en de product owner praten. Of met andere testers. En dat verschilt natuurlijk van opdracht tot opdracht. Maar ja, communicatie is ook enorm belangrijk. En presentatieskills, rapportageskills. Presentatie op demo's te geven bijvoorbeeld aan eindgebruikers tussentijds. Ik kan wel doorgaan met karaktereigenschappen, denk ik. Ook dat is veelzijdig. Ja, een beetje een gezonde nieuwsgierigheid, zeg maar. Dat is denk ik ook wel een hele fijne. Ik hoor heel veel kwaliteit inderdaad terugkomen. Hè. Ik zag ook nog een vraag in de chat van, doe je het ook voor de eindgebruikers? Uiteindelijk natuurlijk wel. Hè. Kijk, elke opdracht
is natuurlijk ook weer een andere eindgebruiker. Hè. Soms is het een interne gebruiker waar je de applicatie voor ontwikkelt. En soms dan zijn het echt gewoon consumenten die je systeem gaan gebruiken. Dus dat is ook weer elke keer anders. Ja. Persoonlijk vind ik het heel erg fijn als ik ook contact kan hebben met die eindgebruiker. Dat is helaas niet in elke omgeving zo. Ik heb gelukkig wel ook een ervaring waarin die samenwerking echt heel erg goed was. Want die werden ook gewoon al betrokken bij het opstellen van de testgevallen. Ook wel iets wat ik destijds ook een beetje ingebracht heb van, goh, ik heb wat tests voorbereid. Als jij die ziet, ben je het daar dan mee eens? Hè? Of zie jij nog gaten in mijn testscenario's? Want die gebruiker die moet er uiteindelijk mee werken. Ik zelf niet, maar het is dan een vertaling zeg maar, van dingen waar je dan mee bezig bent. En ik ben uiteindelijk blij als die eindgebruiker blij is. Ja. Dus dat was nog even een bruggetje naar wat ik in de chat voorbij zag. Ja, heel goed, heel goed. Ja. Er zijn twee onderwerpen die ik even had geparkeerd. En dat was één naar aanleiding van een vraag. Exploratory testing. Dus Boyd, zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Exploratory testing. Ja. Je had dat ook genoemd in het begin. Ja, ik gebruik exploratory testing heel veel. Dat kan je vaak goed omdat je een ervaren tester bent. Dus voor beginnende testers is dat vaak moeilijker. Want je moet dan gebruik maken van jouw kennis als tester. Hè, van testtechnieken en heel specifieke hardcore testkennis. Mm-hmm. Maar het gaat ook over ervaring in de omgeving waarin je werkt. En de ervaring die je dus al hebt gedaan in je verleden. En die kennis kan je gebruiken tijdens het exploratory testen. En ik vind het altijd een heel creatief proces. Je bent heel erg bezig met, oké, dit is een beetje wat ik wil testen. Dit is een beetje wat ik wil zien vandaag. Je timebox staat vaak. Mm-hmm. En dan ga ik daar doorheen lopen. En ja, dan ben je bezig en dan zie je ineens hier iets. En dan denk je, wat is dat? Schrijf je dat even op en dan ga je verder. En ik gebruik mindmappen vaak om mijn gedachten te structureren. Want ik ga alle kanten op en dan komen soms ook gewoon testgevallen uit die ik dan achteraf helemaal niet doe. Want die zijn dan, heb ik geen tijd meer voor, zijn niet belangrijk genoeg. Dus dan neem ik dat risico weer mee. Mm. Maar exploratory testing is wat mij betreft heel belangrijk. Dat doe je als aanvulling op eventueel statische testen, hè, wat al gezegd was. Ja. Of andere testsoorten eigenlijk die er zijn. Om een betere dekking te krijgen. Daar gaat het eigenlijk om. Je zou het ook een beetje bij progressie testen. Hè? Als je een nieuwe functionaliteit test, daar is dat uitstekend op toe te passen. Want regressietesten focussen zich op wat er al is en dat weet men vaak. Daar heeft exploratory testing vaak niet zoveel zin. Waar het bij progressietesten wel zin heeft. En daar is die techniek juist heel goed. Want dan ga je dus nadenken over hoe valt dat met wat al bestaat. En er komen heel veel testgevallen uit. Dus ja. Ik zou daar al advies over willen geven. Lees daar eens over en probeer dat eens een keer toe te passen. Want kun je dat overal toepassen? Heb je dat tot nu toe overal kunnen toepassen in jouw ervaringen? Nou, ik gebruik het niet elke keer. Want sommige items die ik test, die zijn gewoon niet zo spannend. Om helemaal met mindmaps helemaal uit te werken en creatief los te gaan. Dan doe ik het gewoon wat gestructureerder. Dus nee, ik doe het niet altijd. Nee. Ja, het ligt gewoon een beetje aan wat ik kan testen. Oké. Okay. Helemaal goed. Jij Gijs, heb je wel eens gebruik gemaakt van exploratory testing? Ja, zeker. Ja, nee, ik ben daar zelf ook wel heel erg fan van inderdaad. Ja. Wat ik wel altijd belangrijk vind zeg maar, is dat je altijd een beetje een combinatie pakt van een structurele testtechniek en daarnaast exploratory testing. Want daar bereik je gewoon de beste dekkingsgraad mee. Mm-hmm. En de beste dekkingsgraad heb je dus door testvariëteiten te gebruiken. Er zijn er al een aantal genoemd. Maar exploratory testing pas ik zeker ook toe. Ja, ja absoluut. En bijvoorbeeld regressietesten, hoe gaan jullie daarmee om? Welke manier passen jullie dat toe? Ja, dat is voor ons. Kijk, ik zit in een nieuwbouwteam. Dat is voor mij heel anders dan een team dat al bestaat en dus in productie is. En voor ons. Wij zijn maar in beperkte mate met regressietesten bezig. Want ik merk gewoon in de praktijk, en we zijn al meer dan anderhalf jaar bezig met ons product. Alles eigenlijk wat ik in de eerste maanden heb gedaan of weken, dat is totaal niet meer relevant. Alle testgevallen die daar, heel de wereld, alles heeft zich ingehaald. De techniek in onze applicatie is veranderd. Dus ik ben wel met de regressie van dat stuk bezig, want meestal de functionaliteit blijft erin zitten. Maar
ja, het verandert ook steeds. Dus we automatiseren niet heel veel nog, want dat heeft geen zin. Mm-hmm. Dus ik probeer tijdens mijn exploratory testing sessie eigenlijk ook dat regressiestukje, die functionaliteit waarvan ik weet hoe die bestaat, hè, dat stukje wat er al is, mm-hmm. dat probeer ik daar ook mee te nemen. Dus daar treed dus ook tijdens mijn exploratory testing sessie vaak ook even buiten het boekje van de feature om te kijken of er geen regressie is opgetreden. En dat werkt bij onze applicatie goed, omdat het een nieuwe applicatie is. Voor de stukjes die we doen. En ik merk dat ik daar ook heel veel bevindingen daardoor vind. Okay. Omdat we daar niet over na hebben gedacht. Ja. En ik denk, als je dus bevindingen aan het vinden bent, dan ben je waarschijnlijk op de goede weg aan het kijken. Dat is toegevoegde waarde dan, ja, zeker. Dus, ja, en naarmate onze applicatie straks wat stabieler wordt, dan gaan we wat meer regressie testen. En dan gaan we er ook meer structuren aan. Mm-hmm. Maar voor ons is dat nu nog niet helemaal uitgedokt. Maar dat is dus wel een doel. Ja, daarin heb ik ook verschillende ervaringen ook al gehad. Ik heb hem bij een team gezeten, zeg maar, die elke iteratie ook live ging. Kijk, en dan wordt regressie op een gegeven moment natuurlijk wel heel erg belangrijk. En dan wil je dat het liefst ook allemaal geautomatiseerd doen. Want als je iets elke iteratie weer opnieuw moet doen, dan wordt niet alleen saai, maar dan wordt ook steeds meer werk. Ja. Hè? Ook naarmate je steeds verder ontwikkelt, ja. Dan wordt die regressieset alleen maar groter. Ja, en ik word daar zelf, persoonlijk word ik daar ook niet blij van als ik steeds die regressies zet met het handje moet gaan uitvoeren. Maar op het moment dat je een andere omgeving hebt en je gaat maar één keer per kwartaal of één keer per half jaar zeg maar een nieuwe versie naar productie brengen. Ja, dan kun je je afvragen of het dan de baten oplevert om dat te gaan automatiseren. Dat is eigenlijk precies wat ik wilde vragen. Ja. Want hij kon je een aantal dingen zeggen en een regressie testen en het duidt steeds meer uit. En elke keer hetzelfde en met het handje aanpassen. Ik krijg ook gewoon een vraag hier van Joost toevallig. En hij stelt die vraag ook van ja, waarom niet direct automatiseren? Op standaard elke keer regressie testen automatiseren. Hoe zien jullie dat? Ja, nou ja, wat ik eigenlijk al aangaf, hè, dat is een kostenbatenanalyse die je moet doen. Kijk, als je weet dat je het veel vaker moet gaan uitvoeren, inderdaad zo snel mogelijk automatiseren. Maar ja, het is soms ook wel heel erg kostbaar om bepaalde scenario's te automatiseren. Dus je moet ook goed kijken in je testpyramide, hè, waar je automatisch gaat testen. Want idealiter unit testen, die automatiseer je denk ik. Liefst sowieso zoveel mogelijk. En dan op je integratielaag, zeg maar, dan wil je ook zoveel mogelijk testen. Alleen die bedrijfsprocessen, hè, wat je dan via de user interface doet, die zijn vaak wel heel erg kostbaar om te maken en om te onderhouden. Dus ja, daarvan moet je heel erg goed de afweging maken of dat dan de baten oplevert ten opzichte van de kosten. Ja, en wat ik daar wil toevoegen, ik zou altijd zo laag mogelijk testen. Als tester hoor ik niet, ik krijg niet per se vertrouwen uit een unit test of een unit integratietest, want die heb ik niet gemaakt, dus dan moet ik dat begrijpen. Dus er is ergens een hoger niveau dan dat, maar niet zo hoog als de user interface waar de gebruiker naar kijkt, als je applicatie dat überhaupt heeft natuurlijk. Dus ik zou voorkomen om te beginnen en te automatiseren van je user interface. En ga eens kijken of je op API-niveau, of op database-niveau, of op andere niveaus, kan je daar automatiseren. En er zijn genoeg testtools die op die niveaus ook gewoon kunnen automatiseren. Die zijn ten eerste makkelijker te bouwen en te onderhouden. En de tests zijn sneller. En dat is wat we willen, snelle feedback. Dus je moet heel goed beseffen op welk niveau je test. En automatisch checkt, vind ik altijd zelf een beter woord. Lager is altijd beter eigenlijk. En als je heel veel op het hoogste niveau op zit, dan, ja, ik weet niet of dat de juiste keuze is. Hè? Misschien is het voor jullie heel belangrijk dat de voorkant van je applicatie perfect functioneert. Hey, prima, even goede vrienden. Als het voor jullie werkt, is het goed. Maar denk daar in ieder geval over na, want als je daar geen bewuste keuze in maakt, er zijn genoeg projecten gefaald in het verleden, juist met automatisering. Ja. En dat wordt ook onderschat. Automatisering is eigenlijk ook gewoon een softwareproject naast je softwareproject. En ik ben tester, ik heb helemaal geen verstand van software ontwikkelen. Dus als ik ga test automatiseren, dan werkt dat eventjes. En op een gegeven moment dan loopt het de spuigaten uit. Want je komt problemen als testdata tegen, testomgevingen. Wil je het integreren in je pipeline, helemaal automatiseren. Dan gaat het heel snel over mijn hoofd heen. Dus daarom is het ook een teamding. Ja. Dus daar moet je ook heel erg over nadenken. Ja, dat is een van de trends ook. Hè. Kijk,
Dat is gewoon een beetje de, hoe moet ik dat zeggen, de transitie van multidisciplinaire teams, hè, waarin je dus wel alle specialismen in het team hebt, naar cross-functional teams, waarin je gewoon continu eigenlijk met elkaar aan het samenwerkt en tegelijkertijd met hetzelfde bezig bent. In plaats van dat iedereen wel zijn kunstje doet, alleen op zijn eigen manier en op zijn eigen eiland. Eiland in principe. Ja. Dus dat is wel een van de trends die je daarin ook ziet. En je hebt natuurlijk alle niveaus nodig, hè, van zowel unit integratie als user interface. Maar die piramide is natuurlijk niet voor niks zo gemaakt dat het puntje kleiner is dan de onderlaag. En als je kijkt naar techniek, want we hebben het natuurlijk over automation, maar voor de rest, wat wordt er tegenwoordig nu geëist van een tester qua technische bagage, technische skills enzovoort? Ik zou twee dingen sowieso willen noemen. Dat is SQL, SQL, praten met een database, zoals ik het soms ook gewoon noem. Want je hebt verschillende versies van databases. Dat is eigenlijk, sinds ik begonnen ben met mijn eerste opdracht, ik gebruik bijna elke dag dat. Zo kan ik namelijk kijken, als ik iets in de frontend doe, komt dat zoals ik wil, zoals het zou moeten zijn, in de database terecht. En als dat gebeurt, dan weet je dat alles wat daartussen zit, dat werkt goed. Want je hebt het van begin tot eind gezien. En dat is een van de belangrijkste dingen. En de andere is dan eigenlijk wat daartussen zit. Dat is de API. Ik hoop vaak dat je met REST API's werkt. Dat is dat is gewoon wat praktischer werken dan wat SOAP API's die er nog zijn hier en daar. Maar dat is ook belangrijk om te kennen. Dus XML en JSON is ook wel een van de belangrijke skills die je moet hebben. Als je die twee al goed kan, dan ben je denk ik al heel ver. Maar de wereld van technisch testen is nog veel breder dan dat. Ja. Maar ik denk dat dit een mooi begin is om te starten. En als je kijkt naar het verschil tussen agile test engineer en een test automatiseerder. Want, hè, van de agile test engineer wil natuurlijk ook meer technische en test automation skills verwacht. Ja. Maar waar zit die scheidingslijn? Hoe zien jullie dat? Ja. Ik denk dat als een technische tester is een hele fijne tester om te hebben in je team. Want die is niet op de oppervlakte bezig, die gaat ook de diepte in. En ik merk dat ontwikkelaars het volgens mij wel prettig vinden als jij een root cause analysis kan doen, die helemaal tot het technische niveau gaat en gewoon zegt, hier precies, hier gaat iets fout. En hun weten dan precies welke code dat is. Ja. En als jij in je user interface een error ziet en je stopt daar en dat is je bevinding die je logt, misschien wordt dat ook wel netjes opgelost. Maar als je technisch kan testen, dan kan je misschien zien, oh, via de API komt deze code terug. Wat betekent dat? Oh, ik zie gewoon dat de API een storing heeft. Die is gewoon kapot. Die is even uit de lucht. Dan is het niet een bevinding in de code. Dat is een infrastructuurprobleem. Als je dat al kan zien, dat helpt wel erg. Dus ja, uitermate belangrijk om te doen. En ja, een automation engineer of een test automation engineer, ja, die gaat dan ook wat meer in de code natuurlijk van het automatiseren van testgevallen. Mm-hmm. En ja, dat is ook heel belangrijk om te kunnen doen. En de vraag is, wat is het beste? Waar is de behoefte van het team ook? Moet er veel automatisch gecheckt worden? Dan hebben we zo'n persoon nodig. Ja. Maar is er veel behoefte aan gewoon puur testen? En dan heb je misschien een technische test of gewoon een functionele test nodig. En dat verschilt ook heel erg tussen teams. Cool. Ja. Ja, eens met wat Poet zegt inderdaad. Hè. Kijk, een tester die bedenkt scenario's om bepaalde risico's af te dekken. En die automation engineer, die is ook echt een applicatie aan het ontwikkelen eigenlijk als het ware. Om die dus automatische testen te draaien. En ik denk inderdaad dat een tester ook zich wel bewust moet zijn. Of in ieder geval met die tooling moet om kunnen gaan. En ook in die test automation tooling die scenario's moet kunnen opstellen. Mm-hmm. Maar wat ik ook in mijn huidige opdracht zie, is dat je juist ook die samenwerking met de ontwikkelaar moet zoeken. Omdat die soms ook gewoon echt specifieke dingen gebouwd moeten worden. Niet zozeer ook in de testautomatisering, maar ook in de applicatie gewoon om dingen in de testautomatisering weer makkelijker te maken. Ja. Dus in ieder geval veel meer die samenwerking opzoeken. En inderdaad ook begrijpen wat er in testautomatisering gebeurt. Ik denk dat inderdaad wel belangrijk is, ook een belangrijke trend is. En het testdatastuk, dat in combinatie met automatiseren, hoe zien jullie dat? Ja, jij zei het eigenlijk zonder het te zeggen, ja. Maar testdata is vaak het probleem. Ja. Dus kijk,
je testdata kan ook helpen met gewoon het normale exploratory testen of het functionele testen. Maar het helpt 100% bij automatiseren. Want iedereen heeft ervaring met dat dingen elkaar in de weg zitten. Mensen zitten elkaar in de weg. Of een automatische test, die zit op dezelfde omgeving als waar jij zit te testen. Dat werkt op een gegeven moment gewoon niet meer. Dus testdata kan daar heel erg bij helpen. En ook verschillende omgevingen, zoals Docker, mogelijk maakt. Ja. En dat je specifieke testomgeving hebt voor een specifiek doel. En de volgende dag is die omgeving ook gewoon weer gewist. Die bestaat dan niet meer, want hij heeft zijn doel bereikt. Namelijk even kijken of de kwaliteit goed was. Of dat nou een mens is die dat beoordeelt, of een computer. Dat kan alle kanten op. Oké. En zijn er nog andere trends waar jullie nog iets over willen vertellen? Hè? Ook een beetje kijken naar de tijd, want de tijd gaat snel. We hebben nog 5 minuten, dus dat al wel. Hè, want we hadden ook eerder gehad over bijvoorbeeld de continuous testing of iets dergelijks. Zijn daar nog wat aspecten dat jullie willen delen? Het advies wat ik zou meegeven als tester zijn, hè, als je dan zo technisch bent. Kijk eens hoe jullie automation traject, hè, om van een feature in tekst, in je backlog, te komen tot een productierelease. Wat zit er allemaal tussen? En hoe kan je tussen dat stuk kwaliteit brengen? En dat is iets wat de test heel goed kan. Want die infrastructuur die ligt er vaak al. Hè? Dat hebben ontwikkelaars en de infraafdeling al opgeleverd. En dat is vaak een OTAP-omgeving of een wat meer moderne omgeving met containers, hè, in Docker. Quality gates, pull requests, daar kan je allemaal kwaliteitsstukken tussen bouwen. En kijk eens wat je als tester over dat hele geautomatiseerde stuk kan doen. En ja, visualiseer je pipeline eens als jullie die hebben. Want dat praat ook veel makkelijker met je product owner. En ik merk dat het bij mij heel erg helpt. Want dat heb ik voor ons project gedaan. En ik vind dat heel veel waarde toe. Oké. Ja, absoluut. Ja, ik zie inderdaad diezelfde beweging wel. En wat ik ook wel merk is dat Scrum ook vaak ook een beetje naar DevOps gaat. Hè? Dus dat je ook juist de operations kant bij hetzelfde team gaat beleggen. Dus dat je ook te maken krijgt met incidenten en problems. En, naast de user stories en zo die je dan oppakt. Maar in ieder geval inderdaad meer technische kennis. En toepasbaarheid, zeg maar, dat is dan altijd nog wel een brug verder. Dat is natuurlijk heel erg fijn, hè, als je als technische tester dat ook allemaal kan. Maar ik zag ook al vragen, ben je dan niet al bijna een ontwikkelaar, hè, als je dan al die vaardigheden dan bezit. Kijk, die scheidingslijn die vervaagt wel steeds meer. Hè. Kijk, de tester die moet eigenlijk de ontwikkelaar een beetje opleiden in het besef van kwaliteit. Maar ik denk andersom, dan moet de ontwikkelaar misschien ook wel de tester beïnvloeden in zijn kennis en kunde. Ja, kijk wat je ook als team nodig hebt. Hè? Automatisering is vaak een oplossing voor het probleem. Ja. Als je zegt, we gaan automatiseren, dan begin je volgens mij verkeerd. Nee, je hebt een probleem. En hoe los je dat op? En automatisering kan daar vaak bij helpen. En dat hebben we al besproken. Dat is testdata of dat zijn automatische regressiechecks. Maar dat kan ook iets heel anders zijn. Dat kan namelijk ook een probleem met testomgevingen zijn. Omdat je een heel groot team hebt met heel veel testers. En er wordt heel veel features gereleased en je zit elkaar heel de tijd in de weg en de omgeving ligt plat. Als je in de functionaliteiten van de cloud gebruik maakt, dan kan automatisering ook helpen. En dat gaat niet alleen over automatisering van testgevallen. Het gaat veel verder dan dat. Dus ja, automation. Heel goed. Dankjewel. Ja, we kunnen hier nog een uur over doorpraten. Hè, inderdaad. Dus ik denk dat we misschien nog een keer een nieuwe sessie over dit onderwerp moeten gaan maken om door te praten, want hè, we zijn nog lang niet uitgepraat. Er zijn nog genoeg onderwerpen die we wilden bespreken en we hebben ook gewoon heel wat vragen kunnen behandelen. Dus dankjewel voor die vragen. We hebben 2 mensen uitgekozen die heel wat vragen hebben gesteld. Dankjewel. Bastiaan Baart en Joost Rietveld zijn 2 mensen die de meeste vragen voorbij hebben zien komen, heb ik voorbij zien komen. Dus wij gaan per mail met jullie contact opnemen om de boeken jullie kant op te sturen. Dus bij deze gefeliciteerd. Ik heb in ieder geval genoten van dit gesprek. Hopelijk jullie ook. En hopelijk jullie vanuit huis ook. Wat ik nog verder wil aangeven is, wat ik dus in het begin ook zei, 27 mei is de volgende Testing Thursday. En dan gaan we het hebben over Tosca Test Tool. Dus dat is wederom een hele interessante sessie om bij te wonen. Je kunt je bij deze al meteen aanmelden, zodat je het niet vergeet.
om bij aan te haken. Gemiste kans zou zonde zijn als je dan mist. En bij deze... ik zie hier dat Bastiaan al een boek heeft. Nou, dan gaan we even iemand anders kiezen ervoor. Dus dankjewel Bastiaan voor je eerlijkheid. En, dan kiezen we gewoon iemand anders uit. Gaat goed komen. Nogmaals bedankt voor jullie aandacht en fijne avond bij deze. Ja, ook fijne namens avond. Mij. Wat een leuke sessie. Ja, top. Thank you.